Digitaal toetsen in LearnBeat dus. Duurt dus tot 5 voor 12. Wat gaan we doen? We gaan kijken naar verschillende manieren, werkvormen van toetsen in LearnBeat. Wat en waarom? Je gaat zelf dus een toets maken als student in LearnBeat om het te ervaren. En dan gaan we kijken, nou, wat ziet de student? Dat heb je dan ervaren door de toets zelf te maken. En daarna neem je het mee naar de achterkant. Wat ziet de docent en hoe ga je een toets nakijken? Wat voor opties zijn daarin? Als we dan tijd overhouden, dan gaan we in groepjes. Of misschien wel, zeg je wel, nee, ik wil alleen. Ga je zelf een toets starten in LearnBeat. Vandaar dat ik ook heb gevraagd als vereiste voor deze workshop om zelf een account al te hebben. Zodat je zelf ook een toets kan starten. En dat je hier eventueel mee verder kan gaan na deze workshop in de praktijk. En misschien zelfs wel een pilot kan doen met jouw eigen studenten. Nou, even nog kort waarom ik deze workshop geef. Ja, ik vertelde net al, ik zit bij Practoraat Mediawijsheid. En vanuit het team kregen we eigenlijk begin schooljaar van, ja, hoe gaan we digitaal toetsen? Er waren wat collega's die gingen in Microsoft Forms. Andere collega's deden het in Excel. Maar ik kreeg vanuit het Mediawijsheid Practoraat de mogelijkheid om een pilot te gaan doen met LearnBeat. Nou, eigenlijk om het cirkeltje rond te maken, wil ik jullie graag leren dus hoe het moet, hoe je een toets kan maken. Het is mij namelijk echt heel goed bevallen. Ik vind het heel efficiënt. Kijk makkelijk na. Het is voor de student makkelijk. Ja, ik deel het graag met jullie, zodat jullie ook hiervan kunnen profiteren. Ik ga jullie even een kort filmpje laten zien over LearnBeat. Duurt een minuut. Even om op te frissen wat het ook alweer is. Maak kennis met LearnBeat. De complete leeromgeving voor alle vakken op school. LearnBeat wordt al met veel enthousiasme gebruikt op meer dan 500 scholen. Met LearnBeat haal je echt de meerwaarde uit het digitale lesgeven en leren. Volg je leerlingen op de voet en zie precies waar ze mee bezig zijn. Met duidelijke scores per leerdoel ziet de leerling precies waar extra aandacht nodig is. Met LearnBeat kun je veilig toetsen afnemen en bespaar je veel tijd bij het nakijken. Je kunt de methode helemaal naar je hand zetten. Arrangeren, niveaus combineren en je eigen lesmateriaal toevoegen. En er kan nog veel meer. Je kunt het allemaal bekijken in het proefaccount. Wil je meer weten? Ga direct naar learnbeat.nl voor meer informatie. Even korte introductie dus over LearnBeat. Het is vooral wordt het nu gebruikt op het voortgezet onderwijs. En ze maken dus nu sinds 2 jaar maken ze ook de uitbreiding naar het MBO. Wat kun je er allemaal mee? Nou, sommige van jullie hebben dus al een basiscursus gehad of werken er misschien zelfs aan mee. Dit zijn eigenlijk alle opties. Waar je LearnBeat zou kunnen gebruiken. Er zit op dit moment geen inleverbox in. Dat is ook een van de redenen waarom we de keuze hebben gekregen om dus ook met Canvas te gaan werken. Omdat daar wel een inleverbox in zit. Maar waar ik jullie vandaag eigenlijk in meeneem is dus echt in die digitale toetsomgeving. Dus daar zoomen we op in. Nou, wat voor werkvormen er zijn. Je zag net al in het filmpje dat met het arrangeren en verschillende werkvormen. Nou, ik ben eigenlijk wel altijd van het learning by doing. Dus voor jullie heb ik allemaal een studentenaccount aangemaakt. En ik wil jullie zelf laten ervaren hoe het is dus als student om een toets te maken. Toets gaat er dus niet om dat je goede antwoorden dat je de goede antwoorden geeft. Het gaat erom dat je de verschillende werkvormen ervaart. Dus wat je mag doen is dat je gaat naar www.inloggen.learnbeat.nl. En dan ga je inloggen als een van de studenten hier op het plaatje. En dan wou Kautar, jij bent student 1. Roland is student 2. En Ar, jij bent student 3. En mogen jullie inloggen. En dan staat er een toets voor jullie klaar. En die mogen jullie gaan maken. Nogmaals, antwoorden hoeven niet helemaal goed te zijn. Het gaat erom dat je ervaart hoe het is als student om een toets te maken in LearnBeat. Oké, nou dan ga ik even laten zien hoe het eruit ziet vanuit het studentperspectief. Ik heb dus net ingelogd met inloggen.learnbeat.nl en dan met de studentnummer. En
het wachtwoord. En dan zie ik hier aan de rechterkant zie ik dus al dat de toets uit 3 vragen bestaat. Ik ga de toets starten door hier rechts onderin te klikken. En dan zie je hier een meerkeuzevraag. Die wordt automatisch dus nagekeken. Een open vraag. Dan ga ik naar de volgende vraag. Dit is een invulvraag. Dus hier kun je dingen invullen. Wordt ook automatisch nagekeken. Dit is een vraag waar je dingen kan aanklikken. Wordt ook automatisch aangekeken. Dit is een sleepvraag. Dus dan kun je het juiste woord invullen in de zin. Dit is een vraag waar je kan selecteren. Dus de vraag is: selecteer alle werkwoorden uit de zin. Nou, dan kun je dus de werkwoorden gaan selecteren. Wordt ook automatisch nagekeken. En hier kun je ook een combinatie maken. Op die manier. Hier heb je een hotspot. Kun je dingen slepen op de hotspot op een plaatje. Deze is ook op volgorde zetten. En als laatste is dit een iets wat afgespeeld wordt. En dan kun je hier het juiste antwoord kun je daar dan met je microfoon kun je dus inspreken. Nou, dat zijn eigenlijk een beetje de opdrachten vanuit het studentenperspectief. En dan ga ik jullie zo meteen ook nog even laten zien hoe het er dan uitziet, hoe je dus zo'n toets zelf gaat maken. Dus vanuit de docentenperspectief. Ik heb nog wel een vraag als ik terug wil. Ik zie nu staan dat er nog geen antwoorden zijn ingevuld. Hoe kan ik dan nu weer terug? Dat doe je door hier rechts eigenlijk. Kun je zo weer terug naar de vragen. Dan kun je zeggen van oh, ik heb deze vraag nog niet ingevuld en dan kun je die opnieuw invullen. Oké. En kan je als student ook zien hoeveel tijd je nog hebt om de vragen te maken? Nee, dus dat spreek je van tevoren spreek je dat af met je klas. Dus bijvoorbeeld een uur. En wat ik doe is dat ik dan ongeveer na een half uur vertel. Je zit op halverwege de tijd. Eigenlijk net als bij een fysieke toets. Oké. Dus er is niet een soort klokje in beeld of zoiets? Nee, dat is er nog niet. Oké. En stel ik wil tussentijds mijn toets opslaan, kan dat ook? Dat gaat eigenlijk automatisch, dat zie je hier ook staan. Het antwoord is opgeslagen op de server. Dus terwijl je het intoets, krijg je direct, wordt het upgedate en wordt het al opgeslagen. Oké, okay. Oh, handig. En er is ook nog een modus dat je volledig scherm hebt. Hoe ziet dat er eigenlijk uit vanuit de student? Bedoel je de modus waar de Safe Exam modus? Ja, of de volledige scherm. Ik ben eigenlijk naar allebei wel benieuwd. De Safe Exam modus, dat is een modus waarbij je dus een programmaatje moet downloaden. Dus dan laat je de leerlingen laat je een programmaatje downloaden, een browser. En dan gaan ze in die browser gaan ze de toets maken. En die browser die lokt als het ware eigenlijk het scherm van de student. Dus daardoor kan hij niet op een ander tabblad of iets anders doen dan de toets zien. Dat is iets wat ik nu niet kan uitleggen, omdat het weer een aparte installatie weer helemaal is. En het volledig schermmodus, daar staat hij eigenlijk nu al op. Dus het is gewoon dat hij nu, dat je hem zo ziet. Oké, maar ik kan dus nu wel bijvoorbeeld nog een andere tabblad openen? Ja, precies, dat kan wel. Maar ik ga zo meteen ook even laten zien bij het perspectief van de docent, dat je daar dus dan wel een melding van krijgt. Laten we dat dan nu bijvoorbeeld maar even doen. We hebben een tabblad geopend. En dan gaan we zo meteen even kijken hoe het eruit ziet bij de docent. Want die krijgt daar wel een melding van. Maar als student krijg je dus niet een melding van je bent verkeerd bezig, je klikt op iets anders. Nee. Nee. Oké. Nou, dit was inderdaad even om jullie te laten zien van wat is er allemaal mogelijk. Ik heb bijna alle werkvormen gebruikt die in LearnBeat staan. En waar jullie dus zelf ook vragen mee kunnen maken. Vanuit mijn eigen ervaring merkte ik namelijk, ik heb ook met een aantal andere docenten hebben we vragen gemaakt. Dat je toch wel heel snel gaat voor open vragen en voor meer keuzevragen. En vanuit de enquête die we met studenten hebben gehouden, bleek er wel uit dat ze wel wat meer afwisseling zouden willen. En nou, je hebt gezien hoeveel mogelijkheden er zijn. Maar het is toch een beetje het zit in onze aard om maar voor de dingen te gaan die we kennen. Dus vandaar dat ik jullie hier in ieder geval even in wou
meenemen wat er allemaal mogelijk is. Nou heb ik hier een scherm openstaan en hierin kun je dus zien tijdens de toets, dit heb ik ook open tijdens een toets, hoe ver een student is geweest. Nou, Ronald heeft misschien wel kunnen zien, want die was als eerste klaar, dat hier ook nog percentages stonden bij Kautar en bij Ar. Dan kun je precies zien hoe ver iemand is op de toets. Op het moment dat drie kwartier bijvoorbeeld spreek je af met de studenten, je hebt drie kwartier de tijd. Na drie kwartier zeg je nee, ik ga nu de toets innemen. Dan neem je voor iedereen neem je de toets in. Dan sluit je de toets. Dan zie je dat voor de eerste drie studenten, dat waren jullie dus, is de toets ingeleverd. Dan kan ik ook zeggen, een keer wanneer je hem helemaal hebt nagekeken, kun je ook in dit scherm kun je ook aangeven van ik ga de toets bespreken met mijn studenten. Dan zeg je voor iedereen is je nu zichtbaar. Nou, kun je met elkaar bijvoorbeeld 10 minuten de tijd geven. Bekijk je toets even, daarna gaan we, wie er nog vragen heeft, dan gaan we nog vragen bespreken. Dat kun je dus hier met toets inzien, die functie doen. Nou, normaal gesproken zou die hier, ja, reageert een beetje traag. Dat is dus op deze eerste tabblad hier bij de voortgang dus. Dus de eerste tabblad kun je dus de toets starten, innemen. Je kan ook zeggen, stel er is een student die spiekt of je zegt, nou jij mag hem niet meer verder maken. Dan kun je hem hier ook innemen terwijl de anderen bezig zijn. Dus dat is het puntje zichtbaarheid. Bij meldingen zie je dus of iemand het tabblad verlaat of dat iemand dus iets kopieert of iets plakt. Maar je ziet hier bovenin ook nog Save Exam Browser staan en volledig scherm. Nou, deze twee opties, dat zijn opties waardoor je het scherm zou kunnen bevriezen. Dus dat een student dus ook niet naar een ander tabblad zou kunnen gaan. Dat doe je met volledig scherm. Als je die aanzet, dan op het moment dat de toets dus start, kunnen ze geen kant meer op hun eigen computer. En op het moment dat ze hem inleveren, op dat moment zien ze pas weer hier tabbladen staan. En de adresbalk hier. Nou, een andere mogelijkheid is dus nog, dit is dus dat volledig scherm. Als je zegt, van nee, het is maar toch niet genoeg. Dan kun je ook nog Save Exam Browser, dus die daar links van. Dat is een programmaatje dat je moet downloaden. Dus dat moeten de studenten eerst op hun laptop hebben staan. Ik heb daar niet mee geoefend. Maar het schijnt zo te zijn dat je dan nog dat je helemaal niks meer kan. Dat het dus wel inderdaad echt je computer overneemt op die manier. Ja. Maar ook deze manier van toetsen in de klas heeft alsnog heel veel voordelen. Het maken, het nakijken. Dus het is ook voor in de klas, is het, als ze op hun eigen laptop zitten, is het een hele mooie manier om toetsen af te nemen. Nou, dan wou ik jullie nog even meenemen naar de puntentelling. En misschien heeft Jorn jullie dit ook wel laten zien, of Ronald, heb je dit allemaal wel eens gezien. Maar wat je zou kunnen doen, is dat je hier de punten zou kunnen aanpassen. Dus nu heb ik alle vragen hebben 1 punt. Maar je zou ook achteraf kunnen zeggen, van, nou, dit was wel een hele moeilijke vraag. 5 maken hier 3, precies. Oh. Als het op het moment dat het is aangepast, gaat het hier ook automatisch worden aangepast. En hier kun je er inderdaad de censuur doen. Dus aantal punten voor een 5,5 zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou doe dan maar 6. Nou, dan wordt het hier ook automatisch aangepast. Bij voortgang in cijfers kan je zien wat je nog na moet kijken. Nou, hoe zie je dat nu? Het groene en het rode, dat is al nagekeken door de computer, door Learnbeat. Maar het grijze, dat zijn de vragen die je nog zelf moet nakijken als docent. Dat kun je per vraag doen en dat kun je per student doen. Nou, ik ben zo'n docent die heel graag al per vraag nakijkt. Het gaat lekker snel. Ja. Hoe doe je dat dan? Je gaat naar een vraag toe. Ik zit hier even verkeerd. Je gaat naar de toets toe. Je gaat naar de vraag toe en dan zeg je hier antwoorden van leerlingen. Nou, ik ben wel benieuwd wie van jullie heeft al ervaren met het toetsen in Learnbeat. Nou, Kauta heeft gezegd nee, ik heb er nog geen ervaring mee. Nou, dan heeft de computer heeft hier gezegd 0 punten. Hè? Nee, hoezo 0 punten? Dan krijg je gewoon 0,5 punten voor. Dus het is niet zo dat de computer kijkt het na, maar jij als docent hebt daar altijd nog het laatste, zou het altijd nog kunnen aanpassen. Het laatste woord heb je daar dus nog in.
Oké, dan ga ik jullie nu laten zien hoe het eruit ziet vanuit het docentenperspectief. Je logt dus in op je eigen Learnbeat account, dan kom je op je eigen account. Nou, ik ga hem nu even laten zien in de toets die ik ook voor jullie voor vandaag heb gemaakt. Dit zijn de twee toetsen die ik voor jullie voor vandaag heb gemaakt. Als we een eigen toets gaan maken, een nieuwe toets gaan maken, dan doen we dat door lesmateriaal te gaan toevoegen. En dan vraagt hij hier welke type activiteit wil je toevoegen. Nou, we gaan een toets maken. Je hebt ook nog een optie om een toets met versies te maken. Dan maakt Learnbeat eigenlijk zelf verschillende versies. Dus je zet er een x aantal vragen in. En dan zorgt Learnbeat ervoor dat die vragen gaan worden gehusseld. Zodat je een versie A, B en C bijvoorbeeld hebt. Maar voor deze, voor vandaag laat ik alleen even de opties zien van gewoon een toets. Dus zonder de versies. Noem hem even test. We gaan hem openen. Hier kun je een introductiebericht doen. Beste student. Dit is de oefentoets voor het vak ontwikkelingspsychologie. Dit is dus het bericht wat ze krijgen wanneer de toets start direct. Nou, dus ik klik je hier op voeg opgave toe. Hier kun je nog een keer een introductietekst doen. En hier krijg je dus de opties van welke werkvorm, dus welke manier van toetsvragen wil je doen. Dus eigenlijk alle toetsvragen die je net hebt gezien vanuit de docentenkant, vanuit de studentenkant, die zie je dus hier staan. Dit is bijvoorbeeld gewoon de open vraag. Dit zijn de meerkeuzevragen, de woordselectie, tekstselectie. En als je nou afvraagt van, wat was dat ook alweer, woordselectie, klik je hier op het oogje en dan zie je hier een voorbeeld. Ah, dat was die dus. Nou, laten we even een simpele meerkeuzevraag doen. We vragen... wat doe je hier de antwoorden... Mogelijkheden, nou A, B, C. En geef je hier aan door op het lampje te klikken wat het goede antwoord is. B. Je kunt eventueel hier dus ook nog uitleg bij neerzetten waarom het B, A of C is. Krijgt de student die dan altijd te zien? Dus ongeacht welk antwoord die geeft, krijgt hij de uitleg erbij? Nee, die krijgt hij bij de toets krijgt hij er niet bij. Wel wanneer de toets is ingeleverd en wanneer je bijvoorbeeld de toets gaat bespreken, dan kun je wel aangeven van ik wil nu dat de uitleggen bij de antwoorden, dat die zichtbaar worden. Wanneer alles is ingeleverd en wanneer ze hun cijfer al terug hebben gekregen. Oké. Okay. Ja. Hier kun je ook nog puntenaantal wijzigen. Gedeeltelijk goede antwoorden toestaan. Nou, dan heb je je eerste vraag. Ja, en hier kun je dus eigenlijk al die verschillende soorten werkvormen die je dus al hebt gezien, die kun je hier kiezen en dus daar allemaal vragen mee gaan maken. Dit was bijvoorbeeld die hotspot, je dingen sleept. Nou, zo kun je eigenlijk zelf een beetje gaan experimenteren, een beetje proberen wat past en wat je ook leuk vindt. Ik wil als tip ook meegeven dat je niet te veel verschillende soorten vragen, dus hou het een beetje beperkt. Zoals ik bijvoorbeeld net die toets heb gedaan met allemaal verschillende, echt 9 verschillende soorten werkvormen, dat is misschien wel heel druk. Dus beperk het tot een stuk of 5 of zo, 5 verschillende. Omdat het anders wel, wel elke keer ook zoeken is van wat wordt er precies van mij verwacht bij deze vraag. En als je dan dus alle vragen hebt gemaakt. Dus hier kun je nog een keer een opgave doen, nog een keer een opgave. Klik hier op alle opgaven, dan zie je een overzicht van alle opgaven die je hebt. Stel, je denkt dan, eigenlijk hoort deze, is dat geen 2, maar is dat eerder een 1? Dan kun je ook nog hier klikken en klik je die gewoon naar 1 en dan verandert hij hem automatisch naar 1 en naar 2.
En wat moet ik nu doen als ik zeg, oké, mijn toets is af en hij kan uitgedeeld worden of opengezet worden voor de student? Oké, dat laat ik even zien bij de toets dan die al klaar is. Deze bijvoorbeeld. Dit is dus die toets die al klaar is. Dan heb je, je hebt hem dan al staan, dus in de klas waar je ook de toets aan gaat geven. Dus die toets die staat al geüpload in de bibliotheek en die staat al in de klas ook waar je de toets aan gaat geven. Dus de klas is in dit geval de workshop digitaal toetsen. Daar heb ik die toets dus nu al ingezet. Dus dan zie je hier dus al die studenten staan die ook in diezelfde klas zitten. En dan klik je dus op voortgang. Dan klik je bij zichtbaarheid en dan klik je op start. Dan kun je nog zeggen van voor welke studenten wordt hij wel gestart en voor welke studenten niet. Klik je op toets starten, dan gaat hij, wordt hij gestart. En als je zegt van nee, wordt ingenomen, klik je dus op neem in. Je kan ook halverwege de toets zeggen van nou, ik neem van nu van student nummer 7, neem ik hem nu in want die heeft gespiekt. Of een andere reden waarom die moet worden ingenomen, kun je dat dus ook alleen voor die student innemen. Nou goed, leuk dat je hebt gekeken en ik hoop dat je heel veel gaat hebben aan deze tutorial waarin uit wordt gelegd hoe je dus in LearnBeat digitaal kan toetsen. En heel veel succes!